Het Vleeshuis is een heel iconisch gebouw en het is heel bepalend in de skyline van Antwerpen. Je ziet het op veel plekken staan en in die jaren heeft het al verschillende verbouwingen gekend, herstellingen. En de laatste is nu ondertussen meer dan 100 jaar geleden en een nieuwe restauratiecampagne dringt zich echt op, want er is heel veel schade in het gebouw, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Het Antwerpse Vleeshuis was een markthal. Dat was een plek waar je vlees kon kopen, versneden vlees. In 1501 stappen de Antwerpse beenhouwers figuurlijk naar Philips de Schone en ze vragen aan hem: kijk, we hebben een groter en mooier vleeshuis nodig, want de Antwerpse bevolking is zich zeer snel aan het vermenigvuldigen. Meer mensen, meer vleesconsumptie, het Antwerpse Vleeshuis wordt gewoon te klein. Dat nieuwe vleeshuis is echt een statement. Die beenhouwers die drukken als het ware met dat nieuwe gebouw hun stempel op de Antwerpse stedelijke ruimte. Iedereen kon hun nieuwe gebouw zien en associeerde dat ook met het ambacht van de beenhouwers. Het is dus ook voor hen hun gildehuis. Waarom is het vleeshuis voor ons vandaag nog steeds belangrijk? Wel, ten eerste is het een toppunt, een hoogtepunt van de Brabantse laatgotiek. Het is ook een van de gebouwen die we helemaal kunnen plaatsen in die vroege Gouden Eeuw, het begin van de 16e eeuw. Het unieke aan het Vleeshuis is dat het een erg vroeg voorbeeld is van een burgerlijk gebouw. Museum Vleeshuis is een van de oudste gebouwen in Antwerpen en meest intact bewaard gebleven gebouwen. Maar in de loop der tijd is dan het gebouw echt in verval geraakt. Dus tegen het einde van de 19e eeuw was het gebouw in heel slechte staat, volgens sommigen echt klaar om afgebroken te worden. Gelukkig zijn er een aantal mensen die zich hebben opgeworpen als beschermer en die hebben dan gezorgd voor een restauratie en die hebben er ook voor gezorgd dat dit gebouw uiteindelijk een museum is geworden. In 2006 is dan echt de keuze gemaakt om volledig in te zetten op muziek en hier dus een museum van te maken, Museum Vleeshuis Klank van de Stad, gewijd aan het muziekleven in Antwerpen en bij uitbreiding natuurlijk ook in Vlaanderen. Op het einde van onze haalbaarheidsstudie is er eigenlijk zijn er doelstellingen gedefinieerd van wat we met het gebouw willen doen. Ten eerste de restauratie van het gebouw, de bescherming van het monument. En het tweede, heel belangrijke, is de publieke toegankelijkheid. Net hoe kunnen we dit gebouw ontsluiten dat zoveel mogelijk bezoekers eigenlijk alle lagen van dit gebouw, van dit indrukwekkende gebouw, kunnen beleven. Dus we gaan eigenlijk een nieuwe circulatie introduceren met een nieuwe lift en een nieuwe trap die alle lagen van het gebouw verbinden. En ook strategisch gepositioneerd, zodat we echt zoveel mogelijk verdiepingen kunnen bereiken met die nieuwe lift. Het unieke aan het Vleeshuis is dat het gebouw eigenlijk een soort middeleeuwse wolkenkrabber is. Die bestaat uit verschillende lagen. Onderaan in de kelder heb je een heel steenachtige wereld. Op het gelijkvloers met de stadshal de typerende spitsbogen, een heel royale ruimte. Op de eerste verdieping een mooie expositiezaal met rondbogen. Op de tweede verdieping begint die monumentale dakkap. En dus de routing probeert eigenlijk een soort mooie reis te maken doorheen die verschillende werelden. Het is natuurlijk ook een fantastische meerwaarde dat al de nieuwe ingrepen dat we doen ter ontsluiting van het gebouw ook zorgen voor een betere beleving. Als bezoeker is het fijn dat je op die mezzanine kan wandelen en dat je eigenlijk van dichtbij kunt zien hoe zo'n gewelf opgebouwd is. Ja. Hoe dat die ramen in natuursteen werken. De beleving van het monument wordt veel intenser door de ingrepen dat we nu doen. Dus dat zet aan tot verwondering, tot ontdekking. Het gebouw op zich wordt een museumstuk. Mensen gaan het gebouw ontdekken vanaf de Scheldezijde, komende vanaf het steen. Het gelijkvloers wordt dan de stadshal, zo noemen wij het nu. Dat is eigenlijk een ruimte waar plek is voor culturele activiteiten, voor onze eigen concertwerking. Dan de hogere verdiepingen, eerste verdieping, wordt de vaste opstelling, de permanente presentatie, de kern van ons verhaal. Ik omschrijf het altijd graag als de schatkamer
van het museum. Hier gaan we ook onze meest waardevolle objecten tonen, de meest precieuze instrumenten. Die zullen bezoekers dus hier kunnen ontdekken. En dan de vierde verdieping, dat is echt ook een nieuwigheid. Daar willen we een permanente presentatie rond het monument. En dan tenslotte op de vijfde verdieping kan je de dakconstructie ontdekken. Je kan dan ook even door de kleine raampjes naar buiten kijken. Maar eigenlijk willen we daar zo weinig mogelijk tonen en de mensen vooral het gevoel van het gebouw laten beleven. Het is een fantastisch gebouw met een fenomenale dakconstructie, 500 jaar oud. We willen dat mensen dat ook echt kunnen beleven en kunnen ervaren en die geschiedenis kunnen voelen. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we veel Antwerpenaren terug kunnen laten kennismaken met dit belangrijke monument. Want we willen dat terug beleefbaar maken, dat de Antwerpenaar trots kan zijn op zo'n belangrijk monument midden in die historische stad.